Ruben, 1-3 tegen NEC. Wat moeten we daarvan maken? Dat weet ik zelf ook niet zo goed. Ik denk dat wij de betere ploeg waren. Maar ja, trainers zijn het ook wel in de kleedkamer. Je moet jezelf gewoon belonen. Ja. En dat is wat we nalaten. Ik denk 3 knullige goals tegen. Maar ja, wij die gewoon moeten winnen. Ja. Dus even kijken naar het begin. Ik heb het idee dat de trainer naar een vaste 11 toewerkt. Als we kijken op het begin. Hoe ging dat? Begin van de wedstrijd? Van de wedstrijd, ja. Ik denk dat wij de controle hadden. Ik denk dat we goed voetbalden. Maar ja, de kans afmaken, dat is een dingetje. En daar trainen we hard op en dat moet nog beter eigenlijk. Ja. Hebben jullie in de rust nog iets veranderd? Ik had het idee dat jullie in de tweede helft iets meer druk kregen op NEC. Ja, we gingen iets verder vooruit staan met de buitenspelers en de backs doordekken. En ik denk dat dat wel goed ging. Maar ja, kans afmaken, ja. Ja, daar schort het aan. Ja. Net zoals vorig seizoen eigenlijk, ja. Dus we kijken even naar jou persoonlijk, hè? Jouw grootste concurrent van vorig seizoen. Ik denk dat ik het ook een vriend mag noemen. Giacomo Gualiata is vertrokken. Ja. Is dat voor jou toch nog een soort opluchting geweest van oké, dit wordt echt mijn seizoen? Of had jij echt wel het idee van of Jackie nou blijft? Niet per se een opluchting, want weet je, ik hou wel van een beetje concurrentie. En Jackie is natuurlijk een hele goede speler. Maar het maakt, voor mij is het wel iets makkelijker dat hij weg is, ja. Ja. Maar ja, dit moet mijn seizoen worden, ja. Kijk je daar naar uit? Ja, heel erg. Ik kijk er gewoon naar uit om elke wedstrijd te spelen en belangrijk te zijn. En kampioen te worden natuurlijk. Ja. Dus even kijken naar überhaupt jouw flow bij Raken. Dus je kwam hier natuurlijk toen denk ik wel met een duidelijk verhaal van luister, Jackie is de eerste back. Je gaat zeker je kansen krijgen. Ja. Ik heb je er eerder over gesproken. Ik denk dat je vorig seizoen al best wel veel gespeeld hebt. Verloopt het volgens plan nu dit seizoen je de beoogde linksback bent? Voordat ik hier kwam hebben we besproken hoe het eigenlijk zou moeten lopen. Ik zou mezelf moeten ontwikkelen het eerste seizoen. En daarna dat zou Jackie verkocht moeten worden. Dan zou ik erin moeten komen. Dus eigenlijk gaat alles via volgens plan, ja. Ja. Klopt. Nou, afgelopen week is de jongen erbij gekomen. Weer een nieuwe concurrent voor jou. Eigenlijk nu 3 man op linksback. Hoe vind je dat? Ja, wat ik zeg. Ik hou wel van een beetje concurrentie. Maar ik heb een plekje gekregen en ik denk niet meer dat ik hem af ga staan. Nee, mooi zo. Volgende week is het eindelijk zover. Ruben, de eerste wedstrijd tegen ADO Den Haag. Wat verwacht je daarvan? 3 punten. 100%. Ja. Ik denk een mooie wedstrijd. Ik zie ernaar uit om met een... Hey, ja, hoort er allemaal bij. Ik zie ernaar uit om je met de fans te gaan voetballen. En dan... Volgende week is alleen de sfeer zit er goed in om naar ADO Den Haag. De sfeer zit er goed in en ik heb gewoon zin om de competitie weer te beginnen. Sowieso, dankjewel Ruben. Yes.